I'll miss you much. I'll miss your smile and I'll miss your touch. But I found a place where I can erase my past. Maybe someday when you're old and gray and your hair falls out and your tattoos fade to black. Seco. Oost. Wees welkom. Zuid. Wees welkom in mijn cirkel. Heimago. Dit is hem? Dit is een cirkel. Mag ik erin? Moet ik eerst voeten vegen of... Je hoeft geen voeten te vegen, je mag er gewoon in. Gewoon in. Dat is toch een soort symbolische stap. Zo. Wees welkom, de cirkel. Dankjewel. Wat ben je aan het doen op deze druilerige dag? Ik kom hier ook om eigen rust te zoeken. Om voor mezelf koers te zetten. Maar dan zat ik stiekem door de bomen, dan wist jij niet meer naar jou te kijken. Ja. Je was van alles aan het doen hier. Ik kon niet precies zien wat. Nee. Wat was dit ritueel? Ik heb met dat korte ritueel de plaats hier even afgebakend. Mogen water mijn cirkel reinigen. Mogen vuur al het werk in deze cirkel zegenen. Mogen het vuur de cirkel zegenen. De cirkel is gesloten. Meestal werkt het zo dat dit soort cirkels je even terugzetten naar het hier en nu. Waar ben ik mee bezig? Wat ga ik doen? En op welke wijze ga ik het doen? Echt een rustpunt. Echt een rustpunt. Waarom is die cirkel hier en niet daar of daar? Of... Ik vind al jaren cirkels. Echt? Ja. Die is er eigenlijk al, die cirkel? Deze cirkel is er al. En wat voor soort cirkel is het dan? Het is een plek waar de energie van moeder aarde... vanuit het leilijnenspectrum en vanuit het aardmagnetisch veld... elkaar overlapt en waar de energie vanuit de aarde omhoog naar boven komt. Is dat een bijzondere plek? Dus. Er zijn redelijk veel van dit soort plekken. Je moet ze alleen weten te vinden. En hoe doe je dat? Ik doe dat met de wiggelroeder. De opleiding duurde 6 jaar lang en was behoorlijk pittig. Maar nu mag Margot Otter uit Beekbergen zichzelf dan ook officieel druïde noemen. Bij de oude Kelten waren druïdes wijze mannen en vrouwen, leermeesters en vredestichters. Het plaatje wat wij met z'n allen hebben van de druïde, ja. Bij Asterix en Obelix, dat is eigenlijk de enige die ik ken. Dat is een soort grijze wijze man met een toverketel. Druïden werken eigenlijk vanuit hun talent. Datgene waar ze het beste in zijn, dat doen ze. Toveren met dranken is niet mijn sterke kant. Ja. Mogen we ondertussen even op gaan staan, want ik krijg een beetje energetische kramp in de kuitstreek. Dan gaan we staan. Oh, zo. Geen probleem. Hé, hey Margot, moet ik jou in de cirkel Margot noemen? Of, jouw... Tree Spirit. Tree Spirit, hè? Bomengeest. Boomgeest. Boomgeest. Ja. Dat is jouw druïde naam. Word je nou als druïde geboren? Geen idee. Ik heb er gewoon keihard voor gestudeerd. Aha, want je bent van huis uit geen druïde. Weet ik niet. Druïden horen natuurlijk wel bij het Keltisch ras. Bij het Keltisch ras hoort natuurlijk het blonde haar en het rode haar. Ja. Dus ergens zal het allicht in mijn genen zitten. Nee, maar het is niet zo dat je op de middelbare school je vakkenpakket als scheikunde had... en dat je dacht, nou... Ik word druïde. Ja. Nee. Wat heb je voor vak geleerd? Ik heb alles met elkaar een stuk of 13, 14 beroepen geleerd. Noem de ergste eens. Tandartsassistenten. Boekhouder. Nou zei jij net, als je zo'n Obelix druïde bent... Nou, je hebt er wel iets van weg als ik zo kijk. Je hebt een grote neus ook, hoort dat erbij? Maar dit was een typische kruidendruïde. Ja. En jij zei, iedereen neemt zijn eigen talent. Iedereen neemt zijn eigen talent. Wat is jouw talent? Mijn talent is met name het overbrengen van kennis. Datgene wat je met de wiggelroede doet... Ja? Is volledig technisch, natuurkundig en biochemisch uitlegbaar. Het is geen hocus pocus. Daar is geen ene
Mallemoer Hocus Pocus aan. Doe eens een kleine poging om mij dat uit te leggen. Doe je van die kleine metalen stokjes? Ja. Heb je ze bij je? Ik heb ze bij mij. Ik ga even mijn mantel afdoen en dan gaan wij... Ik ben benieuwd wat er onderuit komt. Gewoon een regenjas. Maar dit is eigenlijk, dat is helemaal niet nodig, dit. Dit is eigenlijk mijn ceremoniële kleding. Zodat iedereen kan zien dat je een druïde bent. Ja, ik heb hem hoofdzakelijk op de grote festivals aan, waar ik naartoe ga. Meestal ga ik hier het bos in en dan heb ik of gewoon mijn lekker fijne warme winterjas aan. Je tuinbroek. Of een regenjas. Wat staat hier nou? Wat is dit? Jouw staf? Dat is mijn staf. Dat lijkt wel de band van mijn ring. Hoe heette die tovenaar, die grote, die witte? Ja, die is ook behoorlijk Keltisch geïnspireerd. Ja, want dan ga je zo naar boven en zeg je... Urg, org, gnor. En dan gebeurt er iets. Daar snapte niemand wat van. Jawel. Nee. Zeg je dan nog iets als je de deur uitgaat hier bij de cirkel? Zeg je dan nog tot straks of zo? Ja. Of... Nu zeer zeker. Ja? Ik ben zo terug. Met een paraplu. Zo. Okay. En nu? Je legt hem. Hand op je rug. Pink erachter langs. Schakelaar in je hoofd uit. Loslaten. Daar gaat hij. Zie je hij iets? Doet het heel zachtjes. Ja, een klein beetje. Zo'n soort lichte loens heeft hij. Zo'n lichte loens heeft hij. En hij trilt iets omhoog en omlaag. Dat zie ik niet eens. Dat... Ja, nu wel. Ja. Maar even, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om jou. Hoe kijken andere mensen nou tegen jou aan? Nemen ze je wel serieus? Mensen gaan er verschillend mee om. Sommige mensen zijn nieuwsgierig en stuiteren er gewoon in. Wat doet u? Ja. En er zijn ook mensen die zoiets hebben van... Je vindt het weer eng? Nou, ik ga. En eigenlijk vind ik dat toch wel jammer. Hoe kom je op het idee om druïde te worden? Eigenlijk loop je pad gewoon zo. Ik ben met yoga begonnen. Ben ik via het boeddhistisch pad op het Wicca-pad gekomen. Wicca is een beetje... Heksen. En daar kwam ik eigenlijk een enorme hoeveelheid voorschriften tegen. Zo moet het, zo moet het, zo moet het, zo moet het. En dat is niet mijn manier van doen. En toen kwam je echt een druïde tegen die zei van, kom bij ons? Nee, ik kwam een druïde tegen waarvan ik niet wist dat die druïde was. En die zei van, heb je dat alles onderzocht? Die gaf mij een website. Ja. En toen ben ik gaan kijken en toen had ik zoiets van, hier ga ik mee verder. Als ik het zo allemaal achter elkaar aanhoor, denk ik... Je was ook een beetje een in de war geraakt meisje op zoek naar waar het leven nou eigenlijk over ging. Het is voor mij wel een zingeving zoeken geweest. Ja, absoluut. En heb je die nu? Ja, voor mij is het helemaal thuiskomen geweest. Het gevoel dat dit klopt met wie ik ben en hoe ik in elkaar steek. Het lijkt me wel heel fijn als je dat punt krijgt in je leven. Ja, het was voor mij thuiskomen. En dan ga je er zelf in verder. Dankjewel, Margo. Harm. Ik ga rennen, het is ijskoud. Groeten! Doei! Doeg! Oh. En kom nog eens terug. Ja, koud man.